chaos vandaag in Catalonië. De Catalanen wilden stemmen, de Spaanse politie greep hard in. De vrouw van de in Mali omgekomen militairen eist schadevergoeding. Als zij mij vraagt, mama, wat heb je op dat moment gedaan? Ga ik niet tegen haar zeggen van, ik ben op de bank gaan zitten en ik heb het erbij gelaten. Nee, want ik wil gerechtigheid hiervan. Minister Hennis biedt de families haar excuses aan. Officieren eisen parlementaire enquête over toekomstdefensie. Goedenavond. Het is ongekend in Europa. De Spaanse politie die in Catalonië met geweld probeert te voorkomen dat mensen hun stem uitbrengen over onafhankelijkheid van Spanje. Het was overal chaos. Stembureaus waar de politie binnenvalt en met geweld kiezers naar buiten sleept. En op straat joeg de Spaanse nationale politie groepen demonstranten uit elkaar. Ook gebruikten ze rubberkogels. Er zouden vele honderden gewonden zijn. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat 12 politieagenten gewond zijn geraakt. Ja, deze voor Catalonië historische dag volgde nieuws door de Nederlandse oud-diplomaat Daan Everts. Hij stelde op eigen houtje een internationale waarnemingsmissie samen. Stembureau na stembureau gaan ze af. De Spaanse politie doet er alles aan om de Catalanen het stemmen onmogelijk te maken. Barcelona een paar uur eerder. In alle vroegte komt de Nederlandse oud-diplomaat Daan Everts aan bij een stembureau. Isn't that way? But we are international observers. Thank you for coming. But we are of course very independent. We are impartial. Everts, die al eerder dit soort missies leidde, wordt betaald door een Haagse denktank. Hij is hier op eigen initiatief. Wat doet u bij een referendum waarvan het land waarin het gehouden wordt zegt dat het illegaal is? Wat we doen is waarnemen op objectieve wijze en alle partijen beluisteren. En dan zullen we onze conclusies trekken. Het Spaanse of Catalaanse kamp is niet verplicht om iets met de conclusies te doen. En je denkt dat het zal openen om 9 uur? De Catalanen hier zien de aanwezigheid van de internationale waarnemers als een erkenning. Where are the votes, the ballots? I guess that they are hidden. Because there's no ballot outside. It's from the police, right? So secret police, and maybe they will come and pick up the boxes, right? So the ballots are still to come. The ballot boxes are still to come. I don't see any ballot boxes. The boxes? Yeah. Are hidden. But here. Ja. Alles is abnormaal hier, dus we willen kijken in hoeverre er toch gezorgd wordt om het zo fair en transparant mogelijk te maken. Het is even na 9 als de stembussen achter de gymtoestellen vandaan komen. Usted es la primera? Pues sí, señora. Sí, muchacha. ¿Y por qué queréis la independencia? Porque supongo para estar mucho mejor de lo que estamos, que también tendría que estar toda España igual en ese aspecto, tanto nosotros como toda España. Maar het stemmen kan nog niet beginnen. De website voor de identificatie van kiezers ligt plat. Everts bezoekt daarom het Catalaanse datacontrolecentrum. Wat hebt u hier te horen gekregen? Nou, dat de Guardia Civil is hier binnengekomen gisteren al. En heeft hen dus met een opdracht van de rechter verboden om de websites te laten opereren die de stemmen mogelijk moet maken. Ondertussen zien ze bij het stembureau de eerste beelden van confrontaties met de Spaanse politie elders in Catalonië.
Y esto está pasando ahora y aquí y simplemente por querer votar. Verderop komen we bij deze school, gebarricadeerd door ouders en buurtbewoners. En ook hier wordt ontruimd. Een van de vragen vandaag was hoe ver de Spaanse politie zou gaan, of het ook geweld zou gebruiken. Het antwoord is nu binnen en is een volmondig ja, tot grote ontsteltenis van de Catalanen. No creemos estar haciendo nada malo, solo queremos expresarnos y ya está. Estamos pacíficamente y no hemos hecho nada malo. Je zou het bijna vergeten, maar er waren in Catalonië vandaag ook een hoop mensen die besloten niet te gaan stemmen. No voy a ir a votar. No, porque considero que el referéndum que se está llevando a cabo en estos momentos no tiene las garantías democráticas que debería tener. Yo creo que esto no servirá de nada. Lo único que se ha conseguido es enfrentamientos entre no una rotura entre Cataluña y España, sino enfrentamientos entre la población, entre familiares y amigos. O sea, hay gente que actualmente es muy complicado hablar, porque cuando empiezas a hablar del tema de política ya llegan enfrentamientos. Si tú no piensas igual que ellos, eres un facha, eres no sé qué. O sea, se ha llegado a separar y a romper vínculos de amistad y familia. U gaat nu terug naar kantoor. Waarom is dat? Nou, omdat op dit moment de situatie onzeker is op het gebied van de veiligheid. Wij moeten natuurlijk niet hebben dat onze mensen bloot worden gesteld aan gevaar en geweld. Er zijn een aantal stembureaus waar lelijke incidenten plaatsvinden op dit moment. Dus ik wil eigenlijk even de situatie beoordelen met elkaar om te kijken hoe we verder gaan vandaag. Morgen komt Everts met de conclusies van zijn waarnemingsmissie. We gaan nu eerst naar onze correspondent Rob Zoutberg in Barcelona. Goedenavond Rob. Ja, dit is ongekend wat we vandaag in Spanje zien gebeuren. Geweld bij een illegaal referendum. Wat is de situatie nu? Nou, de situatie is nu heel simpel. Nu worden er stemmen geteld in de stemlokalen. Je moet erbij bedenken, het was grote chaos. Maar desondanks is in driekwart van de stemlokalen gezegd dat deelstaatbestuur hier gewoon gestemd. Het stemlokaal waar wij zelf vandaag waren, daar hebben zelfs al resultaten net van binnen gekregen. Die zijn echt net geteld. Daar hebben zo'n 4.500 mensen gestemd. En 90% van de mensen heeft ja gestemd. Ja, we willen dus afscheiding van de rest van Spanje. Dan zijn er nog 292 nee-stemmen. Nou goed, is het verrassend dat 90% van de mensen ja heeft gestemd? Niet. Dat hoor je natuurlijk ook in de reportage die je net hoorde. Mensen die tegen waren, die zijn gewoon thuisgebleven. Die dachten, dit referendum heeft toch geen zin. Het maakt allemaal niks uit. Dus 90% ja. En je mag verwachten, nogmaals, dat bij al die andere stembureaus ongeveer hetzelfde resultaat oplevert. Maar Rob, wat zijn die stemmen waard? Want het referendum is illegaal. Ja, het referendum is illegaal, maar we weten ook dat de padstelling echt compleet is. Hè? Ze staan tegenover elkaar, Madrid en Barcelona. En we weten hier ook, hè, hier achter mij, de Generalitat, het gebouw van de deelstaatregering. En zij hebben al gezegd, koste wat het kost, gaan we verder. Zodra we die uitslag binnen hebben, dan leggen we de zaak voor aan het parlement. Daar hebben ze een meerderheid. En dan kunnen we binnen 24 tot 48 uur de Republiek Catalonië gaan uitroepen. Ik heb nog geen signalen gekregen dat ze dat niet meer van plan zijn. En dan kunnen we nog in een volgende escalatie terechtkomen. Namelijk Madrid, die het regiobestuur aan de kant zet. Artikel 155 van de grondwet geeft ze dat recht. En goed, dan escaleert de zaak verder. Maar dat is iets... Dat is een scenario wat de komende dagen echt kan gaan gebeuren. Ja, Rob, premier Rajoy heeft zojuist gesproken. Laten we daar even naar luisteren. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir.
sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero decidieron seguir adelante y promover un verdadero ataque al Estado de Derecho y al modelo democrático sin que le importase nada ni nadie. Ja, Rob, de grote vraag is natuurlijk, had hij, de Spaanse regering, dit niet anders moeten aanpakken? Het was illegaal, waarom met geweld te voorkomen dat mensen gingen stemmen? Ja, hij is gewoon doorgegaan en je hoorde hem dat al zeggen. Hij prees ook vandaag opnieuw de Guardia Civil, die zijn werk goed heeft gedaan vandaag in de straten van Barcelona. Je hoort het hem ook zeggen, hè? Het referendum was illegaal, is illegaal, zal illegaal blijven. En sterker nog, dat is dus de lijn waar Madrid op zit. Wij hebben het gelijk in deze zaak. En Rajoy, op een ander deel in diezelfde persconferentie, hoorde hem nog een keer zeggen: ik dank alle Europese lidstaten voor de steun die ze mij hebben geuit voor mijn standpunt tegenover deze zaak. Dus hij voelt zich heel erg gesteund. En laten we wel wijzen, een groot deel van Spanje steunt Rajoy hier ook in. Die vinden het gewoon heel goed wat er gebeurd is. Die vinden het heel goed dat die duizenden politiemensen hier naartoe zijn gestuurd. Dat die duizenden politiemensen hier zijn opgetreden. Rajoy voelt daar de steun voor, heeft hij vandaag ook geuit. En nogmaals, hij gaat zelfs een stap verder. Hij zegt, ook in de rest van Europa krijg ik gewoon ruggensteun voor het optreden hier. Rob Soutberg, dankjewel vanuit Barcelona. Gaan we meteen door naar Brussel. Want de vraag, Arjen Noorlander, is dat de Catalanen zeggen, we horen niks uit Brussel. Waarom is het zo stil vanuit daar? Ja, als die Catalanen op steun hier uit Brussel rekenen, dan moeten ze echt wel even wachten. Want ze zijn hier in Brussel en ook in de lidstaten echt wel bang wat dit losmaakt, wat daar in Catalonië nu gebeurt. Zo kwamen we net hier in Brussel in de straten dit groepje al tegen. Een groepje Catalanen wat demonstreerde tegen de Spaanse overheid, gesteund door Vlaamse separatisten. Met Vlaamse vlaggen liepen die mee vandaag door Brussel, omdat ook zij vinden dat Vlaanderen onafhankelijk zou moeten worden. En dus zijn er meer lidstaten, België en anderen, terughoudend over wat er nu gebeurt, omdat ze bang zijn dat er misschien wel een soort doos van Pandora open kan gaan. En daarnaast is het ook zo dat de Europese lidstaten uiteindelijk toch gewoon de rechterlijke macht in Spanje willen en moeten respecteren. En de rechter heeft gezegd, dit is een illegaal referendum. En dus moeten wij daar als Europese lidstaten voorlopig buiten blijven. En ondanks al dat politiegeweld vandaag tegen de Catalanen, hoeven de Catalanen echt vanuit Brussel en vanuit de Europese hoofdsteden niet te verwachten dat andere Europese landen de Catalanen en Catalonië snel komen ontzetten. Arjen Noorlander vanuit Brussel, dankjewel. Ja, gaan we verder met het andere nieuws van vandaag. Jeroen. Ja, bij gevechten in Syrië zijn de afgelopen maand bijna 3.500 doden gevallen. En daarmee in september de dodelijkste maand van dit jaar. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De meeste doden vielen bij luchtaanvallen. Bijna 1.000 van hen waren burgerslachtoffers. Is Frankrijk opnieuw het slachtoffer van een terreuraanval? Dat is de vraag naar een steekpartij in de Zuid-Franse stad Marseille. Twee vrouwen kwamen daarbij om het leven. Het incident vond plaats bij het grootste treinstation van Marseille. Een ooggetuige die zelf niet in beeld wil komen, beschrijft de aanval. Een lame de couteau, oui, et puis qui a tapé dans le cou des deux dames qui sont décédées. Ça a été la panique. Ah ouais, la grosse panique, ouais. Mais la police, j'étais étonné, sont intervenus très très rapidement. Quoi. Ce côté-là, on sent en sécurité tout même. Quoi. De dader werd doodgeschoten. Wie hij was, is niet bekendgemaakt. Volgens sommige berichten zou hij Allahu Akbar hebben geroepen, maar de autoriteiten willen nog geen conclusies trekken. Cet acte pourrait être de nature terroriste, mais à cette heure, nous ne pouvons pas l'affirmer. De afgelopen 2 jaar waren er 25 terroristische aanslagen in Frankrijk. Voor het eerst sinds de opmars van de auto was Parijs autovrij tot 6 uur vanavond. Een autoloze dag om luchtvervuiling tegen te gaan. Het hart van de Franse hoofdstad, de Champs-Élysées, ziet er normaal gesproken zo uit. Maar dit is vandaag. De straat is even van de voetgangers en de fietsers. It is fantastic. I wish it could happen every day.
Pour la qualité de l'air, pour que les gens se réapproprient aussi la ville, c'est agréable de pouvoir circuler sans bruit, sans risque de se faire écraser, enfin voilà. Alleen taxis en bussen mogen nog rijden. Parijs heeft regelmatig last van smog door onder meer uitlaatgassen. Wie dan op straat loopt, ademt dezelfde lucht in als iemand die 8 sigaretten rookt in een dichte kamer. De stad neemt al maatregelen om dit probleem aan te pakken. Zo worden overal busbanen en fietspaden aangelegd, zijn fietsen en elektrische auto's te huur en op zondagen zijn sommige delen van de stad al autovrij. Nu was het voor even stil in de stad. Parijs is een super aangename stad, zonder de luchtvervuiling en zonder de auto's die 24 uur per dag ronken. Dat is de boodschap die het stadsbestuur van Parijs vandaag wil overdragen aan de Parijzenaars. Nou, die Parijzenaars hier vandaag op de Champs-Élysées, die vinden het allemaal prima, ondanks de regen. Maar het is natuurlijk wel een zondag, de meeste mensen zijn vrij en ze hoeven niet naar hun werk, met de auto bijvoorbeeld. Zei Frank Renouts. In Duitsland is het eerste homohuwelijk gesloten. Deze mannen trouwden in Berlijn. Ze vierden het samen met ruim 100 vrienden, familieleden en kennissen. Ook in verschillende andere plaatsen trouwden vandaag homostellen. In Duitsland bestond al wel het geregistreerd partnerschap. Maar met de invoering van het homohuwelijk mogen ze nu ook kinderen adopteren. Het Duitse parlement ging in juni akkoord met Ehe für alle. Dankzij een actie van bondskanselier Merkel. Zij stond de parlementsleden van haar eigen CDU toe om te stemmen naar eigen inzicht. Voormalig acteur en voetbalster O.J. Simpson is vrijgelaten. Zijn vrijlating was in juli al aangekondigd. Go, come on out. Hier verlaat Simpson de gevangenis in Nevada, waar hij een celstraf uitzat van 33 jaar voor een beroving. De 70-jarige Simpson komt na 9 jaar vrij door goed gedrag, onder voorwaarden. 5 jaar staat hij nog onder toezicht. Simpson werd in 1995 vrijgesproken in een andere zaak. Dat was die van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend. Sportnieuws nog. De Oranjevrouwen zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen volleybal te worden. Ze verloren in de finale van Servië met 3-1. Dus is er, net als 2 jaar geleden in Rotterdam, zilver voor Oranje. De eerste prijs onder leiding van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison. Nederland begint stroef in de finale. De eerste set gaat met 25-20 naar Servië. De tweede met 25-22. Dan dreigt er net zo'n scenario als in de groepsfase toen Nederland met 3-0 onderuit ging tegen Servië. Toch richt Oranje zich op in de derde set. Het wordt 25-18. Maar in de vierde set zijn de Serviërs weer beter en pakken ze de Europese titel. Zivkovic, Boskovic, ja. Natuurlijk moet zij het afmaken. En Servië wint met overtuiging. Kwam 1 set aan het wankelen tegen Nederland. Maar het was maar 1 set. Servië met recht toernooiwinnaar hier. We zijn wel gewoon tweede geworden op het EK. En ik denk dat voorafgaan aan het toernooi niet iedereen dat had gedacht van ons. En we hebben gewoon wel in onszelf, we zijn in onszelf blijven geloven en ja, ik ben wel gewoon echt super trots. I'll be happy in about 3 or 4 days. I'll probably wake up tomorrow morning being a little upset, but it's an accomplishment and I'm happy we were able to equal what we did the last time around at this tournament. En dan nu de nasleep van het onderzoek naar Mali. Zeker, Jeroen, want het is een zware week voor de defensietop en voor verantwoordelijk minister Hennis. Gisteren was er de aangifte tegen Defensie van 5 commando's die een collega verloren op een schietbaan in Ossendrecht. Donderdag kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een vernietigend rapport over de dodelijk mortierongeval in Mali. 15 maanden na dat incident bood minister Hennis vandaag haar excuses aan de getroffen families. Die eisen nu schadevergoeding. Dat de dood van haar man Henry Hoving vermeden had kunnen worden, is hard aangekomen bij Jennifer Schouten. Ongelooflijk. Dat is wat ik voelde. Ik kon er niet bij dat dit er uiteindelijk uit zou gaan komen. Samen met haar omgekomen man heeft Jennifer Schouten een 3-jarig dochtertje, Fayen. Zij mist haar vader. Zij mist hem. Ze vraagt naar hem. Als zij het over haar papa heeft, dan bedoelt zij de steen op de begraafplaats. Nou, dat is niet wat je graag ziet voor een kind. Nee. Zo'n 10 jaar waren Henry en Jennifer samen. Mali was de 4e missie voor de sergeant eerste klasse Henry Hoving. De ontploffing van de mortiergranaat werden hem en Kevin Roggeveld fataal. Het ontwerp kende een aantal zwakke punten.
En ook de wijze waarop ze de mortiergranaten bewaard zijn, dat was in strijd met de voorschriften. Dat heeft bijgedragen aan vocht wat ontstond, wat doordrong en waardoor de zaak instabiel is geworden. De 10 jaar oude mortiergranaat blijkt dus van ondeugdelijke makelij. Bij een oefening gaat het mis als de granaat ontploft. Met als gevolg 2 doden en 1 militair die zwaar gewond raakt. Ik ben heel boos richting Defensie. Ik heb hun altijd gezien als een heel mooi bedrijf. Die goed is voor hun werknemers. Maar op dit moment denk ik van zij staan voor veiligheid voor een ander. Maar zelf kunnen ze de veiligheid voor hun eigen werknemers niet waarborgen. En dat maakt me echt heel erg boos. Jennifer wil voor haar kind en haar familie dat de verantwoordelijke militairen voor de rechter worden gebracht. Advocaat Michael Ruperti gaat aangifte doen. De nabestaanden willen dat de verantwoordelijken worden bestraft. Er is sprake van dood en schuld, dat lijkt me evident in deze zaak. Dus we zullen aangifte doen bij de marechaussee. En daarnaast een schadeclaim. Ja, het is natuurlijk ook leed wat is toegebracht door Defensie, door alle fouten die zijn gemaakt, alle nalatigheden. En dat moet ook worden vertaald in een schadeclaim. En wat voor bedrag moet je dan denken? Nou, je kunt bijna geen bedrag zetten op menselijk leed, maar het lijkt me wel vrij duidelijk dat in deze zaak het een fikse schadeclaim zal zijn. Waarom is dat zo belangrijk voor u? Ik wil mijn dochter later nog recht in de ogen kunnen blijven aankijken. Als zij mij vraagt, mama, wat heb je op dat moment gedaan? Ga ik niet tegen haar zeggen van, ik ben op de bank gaan zitten en ik heb het erbij gelaten. Nee, want ik wil gerechtigheid hiervan. Het fatale ongeluk had volgens de onderzoeksraad vermeden kunnen worden als Defensie zich aan haar eigen regels had gehouden. Dat het zo misging, komt door de bezuinigingen en omdat Defensie een slecht gerunde organisatie is waar de veiligheidscultuur niet deugt. Jennifer's advocaat Michael Ruperti vindt dat Defensie de zaak snel moet afhandelen. Want de toekomst van de nabestaanden is in zijn ogen belangrijker dan het politieke lot van minister Hennis. Nou, ik vind het verrassend dat ze nu een interne onderzoek heeft aangekondigd. Het lijkt dat ze daarmee tijd koopt voor haar politieke ambities, voor haar politieke toekomst. Maar dat mag in deze zaak mag dat niet leidend zijn. Waar het om gaat is dat er een heel duidelijk rapport ligt van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het is niet nodig om nog interne onderzoeken te doen. Op basis van dat rapport moet de zaak worden opgelost. Vrijdag bezocht de hoogste militair van Defensie de nabestaanden in Winschoten. Ik ga met de nabestaanden praten die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Steun betuigen. Jazeker. Inmiddels heeft ook minister Hennis gebeld met de families. Zij heeft contact gezocht met mijn schoonmoeder en de vader van Kevin Roggeveld. En heeft minister Hennis ook excuses gemaakt? Ja. Ja, alleen het verandert niks. Ja. De moeder van Henny Hoving heeft contact gehad inmiddels met minister Hennis van Defensie. Ze heeft ook haar spijt betuigd. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk altijd goed. Het is goed dat de minister spijt betuigt. Ze heeft daar excuses gemaakt. En dat is voor de nabestaanden de eerste stap naar genoegdoening. Wat is dat voor een tekening, die gele? Het is een tekening die de VN gemaakt. Met allemaal sterren ook erop, zoals je ziet. En dat linkt aan papa. Vertelt ze ook bij. Net als papa is een ster in de hemel. Daar hebben we het vaak over. Het fatale ongeluk in Mali is niet het eerste dodelijke incident bij Defensie. Op een schietbaan werd vorig jaar een commando gedood en op die schietbaan bleek van alles mis te zijn. Ruperti vraagt zich af of Defensie wel op een verantwoorde manier omgaat met de veiligheid van het personeel. In veiligheid zou topprioriteit 1 moeten zijn. Maar wat je ziet aan deze zaken is dat veiligheid van onderschoven belang wordt geacht ten opzichte van de politieke ambities om maar steeds mee te doen aan militaire missies. En dat kan nooit zo zijn. Huis staat te koop. U wil hier weg. Ja, klopt. Ik wil graag, er liggen voor mij te veel herinneringen hier. Ik wil graag een mooi nieuw huis waar we weer rust kunnen vinden. En waar Fayen en ik weer gelukkig kunnen worden samen. Ja. Dominique van der Heijden, politiek commentator. Toch excuses van minister Hennis. Wat betekent dat voor haar
positie in het debat wat aanstaande dinsdag gevoerd zal worden? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet in positieve of negatieve zin iets uitmaakt voor haar politieke positie. Het is natuurlijk wel eigenlijk vanzelfsprekend dat ze dit nu doet. Want als je ziet wat er allemaal in dat rapport staat, dat is gewoon schokkend. Zoveel fouten als er zijn gemaakt, allerlei signalen die in de wind zijn geslagen door mensen, rapportages die niet zijn opgevolgd, fout op fout is er gestapeld. Dus dat blijft, de inhoud van het rapport, dat zal straks bepalend zijn. Dinsdag is dus debat daarover. En als ik de Kamerleden spreek die nu echt dat rapport goed hebben gelezen, ja, dan staat haar een enorm pittig debat te wachten, op zijn minst. Ja, dat zijn de Kamerleden. Vandaag mengt ook de Nederlandse Officierenvereniging zich in het debat. En zij zijn heel duidelijk bij wie de schuld ligt voor de problemen. Laten we even kijken. Wie is verantwoordelijk? Verantwoordelijk is de volksvertegenwoordiging. En met andere woorden, de Ruttes, de Asjes, de Hillens, de Hennissen van deze wereld. En wat doen zij precies verkeerd, de politiek, in uw ogen? Een krijgsmacht moet helder krijgen welke kant die op moet. Die moet richting hebben. Die moet weten waar die naartoe gaat. Die helderheid is niet geschapen. Dan heb je de top van de krijgsmacht. Geeft die voldoende tegengas? Ik denk dat militairen zijn loyaal. Dat is iets wat heel goed is. In 90% van de krijgsmachten zou men daarvoor tekenen. En nu wordt er die loyaliteit wordt ter discussie gesteld. Ze zijn te loyaal, zegt u eigenlijk. Wij zijn te loyaal en we hebben last van can-do. En can-do is in een gevechtssituatie onontbeerlijk. Dat moeten wij hebben. Maar in Nederland en in het politieke veld werkt dat vaak tegen ons. Dan moet je tegenwicht geven, zegt u. Ja, of de politiek gaat er rekening mee houden dat ze eigenlijk hele loyale militairen hebben die voor hun werk, uitvoering van hun werk, can-do nodig hebben. En dat doen ze vaak niet goed genoeg? Nee. En men luistert ook niet. Want laten we eerlijk zijn, als u naar meneer Koenders kijkt en u ziet hoe dat hij de commandant van het KCT, Jelte Groen, even terecht wees. Wij politiek bepalen en u moet uw mond houden. Daar ziet u het voorbeeld. Wat vindt u dat de politiek nu moet doen? Wat moet de Tweede Kamer doen? Ik vind dat wij recht hebben. Ik vind dat wij het moeten eisen, een parlementaire enquête. En wat moet daar precies boven water komen? Er moet boven water komen hoe dat wij eigenlijk visieloos bezig zijn geweest. En vervolgens moet dat de basis leggen hoe dat wij eigenlijk een stuk visie krijgen welke kant wij op moeten gaan. Ja, Dominique, de officieren zijn heel duidelijk. Die zeggen eigenlijk de hele politiek, niet alleen Hennis. Ja, die maken eigenlijk misbruik van de loyaliteit van het defensiepersoneel. Ja, je ziet dat er door deze affaire komen eigenlijk heel veel frustraties uit dat hele defensieapparaat komen naar boven. Gisteren nog commando's die zich dus tegen de top van het ministerie richten, omdat ze met ondeugdelijk materiaal moeten werken. Ook dat is natuurlijk al langer bekend. Het is alsof de geest uit de fles is. En de politiek die moet zich dat zeker aantrekken. Want kijk inderdaad naar die missie in Mali. Daar werd tegen gewaarschuwd vanuit Defensie. Ja, kunnen we dit er nog wel bij hebben? Het was natuurlijk Bert Koenders, die later minister van Buitenlandse Zaken werd, die VN-gezant was in Mali, die er ook op voor lobbyde dat we die missie gingen doen. Ja, zo zie je, de politiek is op meerdere fronten, ook de Tweede Kamer natuurlijk, bezig geweest. Die missies die moeten, maar steeds verder bezuinigen op defensie, dat was kennelijk geen probleem. Terwijl je nu ziet dat alle pijlen op Hennis gericht zijn en Koenders eigenlijk de dans ontspringt. Ja, maar goed, uiteindelijk is de minister van Defensie natuurlijk politiek verantwoordelijk. Als een missie niet kan, dan moet ook de minister van Defensie zeggen, nee, mijn mensen zeggen, het kan niet. Dus niks can do, nee, het kan niet. En daar moet je dan weer het politieke lef voor hebben. Misschien is dat ook wel een les voor de toekomst. Ja, nou krijgt Hennis het dus ongetwijfeld heel zwaar aankomende dinsdag. Dat zullen we moeten afwachten. Maar stel dat zij dat niet redt, of sowieso deze positie waar ze nu in zit, wat betekent dit voor de VVD? Zij is nummer 2 van de VVD, staat volgens mij klaar om weer minister te worden. Ja,
Vicepremier Asscher heeft natuurlijk afgelopen vrijdag al gezegd dat hij dat rapport ernstig genoeg vindt voor het aftreden. Dat wordt gezien als een soort dolk in de rug. De VVD zit toch wel een beetje met de handen in het haar. Want Hennis is dus echt een hele prominente vrouw voor de VVD. Zij wil heel graag minister van Buitenlandse Zaken worden. Ja, dan kom je toch in de situatie dat zij misschien de eer aan zichzelf gaat houden. Omdat het ook gewoon een verschrikkelijk verhaal is natuurlijk. Waar mensen zijn overleden en al die fouten zijn gemaakt. Ja, het is eerder voorgekomen. Minister Donner van Justitie bij de Schipholbrand, die trad af. Maar werd een half jaar later minister van Sociale Zaken. In dit geval zit er waarschijnlijk pas een paar weken tussen. Voordat ze dan weer bij de formateur Rutte in dit geval dan langskomt. Ja, dat lijkt me een heel vreemd gezicht. Ik denk niet dat mensen dat zullen begrijpen als de minister een paar weken daarvoor nog eens afgetreden. We gaan dinsdag afwachten. Dankjewel voor je commentaar vanavond. Dominique van Heijden. Jeroen, gaan we denk ik nog even naar Catalonië? Ja, laatste nieuws uit Catalonië. De stemlokale sloot om 8:00. Nog steeds zijn er in Barcelona veel mensen op straat. Dit is beeld wat we eigenlijk al een anderhalf uur zien. Mensen op een plein, die scanderen, maar ze volgen ook massaal het Catalaanse nieuws met het tellen van de stemmen. En ze kregen daar zojuist ook te horen dat het aantal gewonden vandaag tot boven de 800 is gestegen. De bron is de Catalaanse regering. Dit is premier Rajoy, eerder vanavond. Hij zei dat de politie vandaag binnen de wet heeft gehandeld. Als we kijken naar morgen, dan wordt de uitslag verwacht van de volksraadpleging in Catalonië. En morgen is ook Lisbeth List de musical in première. Feestelijk in première in Koninklijk Theater Carré. En het weer nog voor morgen. Vannacht regen, aan zee waait het hard. Morgen zon, wolken, soms een lichte bui en het blijft ook stevig waaien. Dankjewel, Jeroen. Dit was Nieuwsuur voor vanavond. Straks is er nog het late NOS-journaal op NPO 1 rond middernacht met Jeroen. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Dag.